Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we jullie de beste tips geven bij de Coin Pusher. Let's go! We hebben aardig wat coin pusher ervaring, maar het is altijd nog een beetje geluk. Ja. Maar we gaan jullie wel een paar tips geven hoe je je geluk kan omzetten naar wat skills. We hebben wel nieuwe microfoons, dus ik hoop dat ze een beetje goed zijn. Daar komen we vanzelf achter en dat zullen we dan meteen weer aanpassen in de volgende video's. Laten we beginnen. Tip nummer 1, ziek veel geld. Heb je mij 100 munten? Heb je? Kijk, komen 100 munten uit, hè? Oh, jointje! Oh, ja! Hoppa! Nice! We hebben nu 10 euro aan munten gehaald, dus dat is top. Munten overkopen van ons. Overkopen? Jullie zijn lekker bezig. 86.000. 15 euro. Ja, en dat is voor jullie. Je kan ook gewoon punten kopen bij jochies, als jullie zien. Maar volgens mij, die punten die wij op kantoor hebben, is anders dan in deze kraam. Ja. Want volgens mij win je hier veel sneller je punten. Dus het is echt maar net waar, hoe en wat. Dus check als eerste eventjes welke prijs je eventueel zou willen. Maar houd wel rendabel, want de kans dat je heel veel punten wint met bijvoorbeeld 10 euro is heel klein. Kijk, hier zie je al een ding. Wat belangrijk is, ga op zoek naar een kast die al gespeeld is. Kijk, deze is helemaal leeg gespeeld. Je moet kijken namelijk naar het gewicht, want deze is dus heel licht. En daardoor moet die eigenlijk naar voren gaan. Alles wat aan de zijkanten ligt, schuift heel moeilijk. Dus het beste is gewoon op de rand aan de voorkant. Dan valt het zo snel mogelijk in je bakje. Maar deze skippen we, denk ik. Dat denk ik ook, hè? Want deze ligt helemaal aan de zijkant. Ja, dus... want je ziet ook dat die munten op elkaar schuiven. En dan is het gewoon zo zwaar dat alles gewoon in die hoppers aan de zijkant gaan. Deze is helemaal nieuw, dus dat is eigenlijk niet verstandig om te spelen. Je hebt gewoon een tweede handje nodig waar al gespeeld op is. En dan zijn ze makkelijk te vinden. Dus deze slaan we ook weer over. Oké, laten we gaan kijken of we deze kunnen pakken. Oké, we gaan spelen met z'n tweeën. Zo kunnen we allebei 2 munten per keer erin gooien. Dus dat is 4 totaal. En zo schuift het geleidelijk naar voren. Van plaats mensen die er steeds eentje in gooien. Of 2 is 4 veel beter. Komt het veel sneller naar je toe. Ik ben nu met 2 aan het spelen. Dat verschuift bijna niet. Let op, als we met z'n vieren gaan spelen. En nog een tip. De schuiven moet naar binnen. Dus naar binnen gooien. Naar binnen gooien. Naar binnen gooien. En op die manier vallen ze altijd goed in principe. Naar binnen en gooien. Juist, hoppa, juist. Samen, naar binnen en gooien. Oprecht, dat naar was echt een goeie. En we hebben bonusspel, of niet? Oh nee, wij niet. Kijk eens, dit is lekker hoor. Je wordt ook heel erg getriggerd door grote munten. Mijn ogen gaan eigenlijk naar deze. Maar dat zijn alleen maar grote, maar zijn in principe ook maar 500 punten. Dus laat je niet gek maken door die grote punten. Oh, daar gaat hij al. Let op, daar komt hij, hè. Oh. Bijna. Bijna, bijna. Zie je die zijkant? Zie je al meteen, hè? Het is een stuk lastiger. Juist, dat was het. Oké, okay, stoppen. Ik heb er nog eentje over. Oké, top. Dit waren de eerste punten. Ik hoor de hele tijd bonus games om me heen. Dan komt gelijk de volgende tip. Ga op zoek naar een bonus game. Dat gaan we nu even doen. Gooi er 1 muntje in, dan kan je zien hoe ver de bonus is. Als die bijna helemaal vol is, speel daar verder en pak die bonus. We gaan even kijken hoe vol deze balk is. Kijk eens. Oh ja, kijk. Hey, die is bijna vol. Ja, dus hier gaan we spelen. Oké, die bonus gaan we vol gooien. Kijk, weer een puntje erbij. Ja? Ja? En go. Hoppa, bonus game. Ja, okay. En daar komt hij, hè? Daar komt hij. Oké, okay, let's go. BAC, BAC, BAC moeten we. Klik hem. Ah, niet heel goed. Nou ja, op zich. 30 muntjes. Maar zo kan je dus heel snel munten verzamelen. Vraag ik me wel af of je terugverdient, want je gooit er ook weer in. Maar als je de jackpot pakt met 50 munten... snel verdient. ...is het mogelijk. Oké, wat ook wel een goeie is, is ga op zoek naar de jokers. Dit zijn toevallig social media kaartjes. Dat zijn meestal 5000, 2000. Deze zijn dan bijvoorbeeld 1000 punten. Ga die farmen, want dat zijn de hoogste. Deze vallen op zich wel mee, maar je hebt ook 5k punten. Als je die hebt... dat zijn vaak de jokers, die zijn helemaal top. Maar die hebben ze helaas hier al niet. Dus we gaan denk ik nu voor deze Facebook-icoon ding. Want die zijn dan 1k, maar op zich valt wel mee. Want 2 keer 500 is ook 1k. Dus het zijn niet 9k. We gaan hem gewoon proberen. Ja, vol gooien die dingen. En ik hoop dat de bonus game ook goed is. Ja hoor, ja, redelijk. Oké. Oké. Ja, je merkt al meteen, deze is echt wel zwaar.
Er komt weinig beweging in, maar ik denk dat we even tot de jackpot gaan, als dat ons lukt. Nou, het bakje is op hoor. We hebben hier nog een paar, maar... Dit ging best snel, dat tientje. Ja, die ging heel snel. Waar zijn onze punten? Die heb ik in mijn zak. Oké, nice. Wow. Kijk, die is niet verkeerd. We komen dichterbij hoor, bij die TikTok-button. Ik heb er nog één. Ja, kijk. Hoppa. Oké. Okay. Toch weer 1k puntjes. Een doezoe. Ready? Ready. En gooien. Ja, ja, en de bonus. Stoppen. Ja, dat is zeker waar. Stoppen. Oh, hij gaat bijna. Komt-ie. Bam, jongen. 20, die hadden we nodig. Lekker. Die hadden was we goed. Echt nodig. Kijk eens. Hoppa. Dat zijn munten. Vallen. Ja, ja, we hoor, hebben hem. Een dikke. We hebben hem hoor. Kijk eens. Kijk eens hoe mooi. Ja. Ja, perfect. Hey, willen we deze dan ook meteen proberen te pakken? Op. Ik denk dat die nog wel makkelijk zijn, die twee. Ja, dat denk ik ook nog wel. We gaan deze nog proberen te pakken en dan schuiven we eentje op. En weet je waarom we eentje op moeten schuiven? Deze heeft net iemand gespeeld. Die loopt echt net weg. Kijk, en die ligt er echt lekker bij. Dat is niet verkeerd, hè? Alleen verlicht ambitie. Bonus. Veel geluk. Nice, kijk, dat ja, was hem. Dat was hem. Stoppen. Hoppa, weg ermee. Nice. Opschuiven. Hé, hey, op zich. Hé, hey, deze gaat ook vallen. Ja, maar... Hier viel nog een deel, hè? Ja, dan toch nog even door. Hier, hoppa. Ja, dit is een goeie. Hoppa. Oh, dat torentje komt dan ook wel dichtbij, hoor, nu. Wat gaan we doen? Kijk hoeveel we hebben, gek. We kunnen nog even door. We zetten dat het de laatste was. Door die jackpot ding hebben we gewoon nu nog veel meer dan dat we mee begonnen, joh. Hoppa. Ja, het is eng, hè? De andere tip is op tijd stoppen. Tip, ja, ik vind het mooi, op tijd stoppen. Ook mooi, weg hier. Weg hier, we gaan naar deze. Hoppa. Hey, die ja, kijk hier, kijk, hij ligt ernaast, hij ligt ernaast. Die andere Twitter. Kom op. Hier, die Twitter ligt ja, ernaast. Ja, ik zie hem. Kom op. Kom op, de laatste. Rollen. Wacht. Kom op. Wacht, we moeten per vier. De techniek. Oké, ready? Ja, echt deze die valt al bijna. Komt ie, kom op. En gooi. Go. Kom op. Ah, kom op. Dat meen je niet. Ja. Oh, ik heb alleen dit nog. Hier. We moeten even verdelen. Kom. Ik vind dat we die wel hebben, hoor. Let's go. Komt ie. Ja. Nah. Ja, we hebben die. Die had ik niet verwacht. Ja! Nice! Oké, deze was heel sick. Dit gaat hard hoor. Hey, we moeten die bonus game, hè? We moeten die bonus game zien te halen. Oké, let's go voor de bonus game. Onze laatste munten. En drop. Hop! Ja, stoppen. Oh, kijk, deze wordt sick. Deze wordt sick. 3, 2, 1. Bam! Lekker! Hey, tik die los. Ja, kijk. Ja, daar gaat hij. Ja! Hoppa! Dat was een hele die was goeie. Sick, hè? Ja, hey, dan zijn we ook meteen klaar hier. Oei. Oh, die nog. Ja, oké, okay, ja, Snapchat. Misschien nog een tip bij de coin pusher. Er zit zo'n klep in. Dus op het moment dat die dicht gaat, als er dan wat valt, ben je hem kwijt. Tijdens het pakken, als je hoort dat die klep dicht gaat, gooi je er even één muntje in. Dan valt die klep weer open. Zoals net viel de random munten. Anders was je die kwijt geweest. Ja, ja dat hoor. Is het. Oké, nu gaan we weg. Hoppa! Ja. Nog één bonjour voor deze. Eén bonjourtje. Nog één bonjourtje. Oké, okay. En gaan we. Ja. Nog één keer. Geeft hij wat of niet? Ja, 500. Ja, 500. Oh. Oh, yo. Hoppa, weer 5. Oh, zo. Ik schrok. Ja, ik dacht, er valt nu hier wat. Ik dacht ook. Hé, hey, check deze. Mag niet. Nog een tip, niet op die kasten duwen, echt zoals niet. Dit bedoel je? Dat mag niet. Oh, dat zie je? Dat verneukt je het helaas. Oh. Nou, dat mag dus niet. Dat nee, is nu, niet krijgen hun, nu krijgen hun binnen een melding en die gaan kijken wie dat doet. En overal hangen camera's, dus we worden straks wel aangesproken van hey, niet meer dat doen, oké? Okay? Is de rode cirkel volledig verlicht, dan wint u een bonus. Veel geluk. Oh. Ja hoor. Hey. 500. Mijn laatste. Oké, nu zijn we echt klaar, toch? Ja! Of toch niet? Hoppa! Hé, dat torentje is wel klaar, dus nu gaan we echt weg hier. Ja, dat torentje is wel klaar nu.
We hebben maar een paar munten. Laten we gewoon random eentje pakken. Ik denk dat deze te zwaar is. Maar yes, laten we hopen op een bonus. Als je de rode cirkel volledig verliest, dan wint u een bonus. Veel geluk. Even kijken wat hij doet. Hoppa! En dat was hem alweer, hè? Dat was hem alweer. That's it! That's it! Kijken of we de bonus game kunnen pakken. Hoppa! Laatste. Och, deze gaat ook dik vallen. Bijna. Hoppa. Bijna de bonus. Bonus. Ja, ja, bonus. Hij gaat niet verkeerd hoor. Daar gaan we. BAC. Oh. Ja, je hebt hem. Ja, BAC, CARAT. Lekker. Lekker. 50. Lekker. Lekker. Het ongekend. Lekker! Kom op! We gaan voor de stapel! Kom op! Het volgende spel, wanneer de lichtbank volledig verlicht is. Oké. Het is wel zwaarder hoor deze. Hij stapelt op, dus hoe langer je bij één kast blijft, des te meer die opstapelt. Dus het beste is om te switchen, maar we willen gewoon die toren, dus eigenlijk het puntje op tijd stoppen, hebben we nu een beetje misdaan. Dit is alles wat ik nog heb. Hij is heel zwaar hoor. De laatste. Dat was hem. Gaat hij gunnen? Zo. Even tellen wat we hebben, want dit ging echt heel goed. Met een tientje, hè? Met 10 euro. Dat is echt ziek. Een record denk ik. Maar ik heb... Nee, ik wou zeggen, ik heb nog één muntje. Nee. Oké, laten we tellen. Alle munten. Hé, een lolly. Ik heb vooral heel veel troep in mijn zak ook. Nu komen de grote hoor. Hoppa. Nog een tip. Maak een stapeltje bijvoorbeeld van 5. Ah, dit zijn allemaal verschillende fiches trouwens. Maar dan kan je allemaal van dezelfde fiches, dezelfde maat, kan je zo tegen elkaar aanhouden. Kijk, heb je precies die zijn dus even hoog. Heb je precies dus, dit is 5k, dit is ook 5k. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 63k. Netjes. 63k voor een tientje. Maar wat kan je halen voor 63k? Dat is altijd moeilijk. Dat is altijd lastig. Een prijs uitzoeken op de kermis is altijd echt zo moeilijk. Daar hebben we geen tip voor. We hebben veel tips. Heel veel tips in deze video, maar daar hebben we geen tip voor. Top, dankjewel. Oh, ik zat 1k ernaast. Of ze heeft 1k extra gegeven. Dat weten wij nooit zo goed. Of ze ons extra geven of niet. Maar het zijn er 64.000 geworden. Prijsje zoeken. Nu moet een prijsje zoeken, ja. Of uitdelen. Het is misschien ook wel grappig om nu weer een challenge te verzinnen voor gasten onder elkaar. Om daarna al deze punten weg te geven. Dus gewoon... Wij hebben er oprecht helemaal niks aan. Prijsjes hoeven we niet. We hebben genoeg. Dus het is wel leuk om die inderdaad tegenover elkaar te zeggen. Steen, papier, schaar. En die wint, krijgt gewoon die punten. Al deze punten. Dus laten we kijken of we twee groepjes kunnen vinden. Oké, jongens. Zouden jullie willen meedoen steen, papier, schaar tegen iemand anders en dan winnen jullie onze punten? Ja, is goed. Hebben jullie zin om steen, papier, schaar te doen tegen deze gasten en de winnaar krijgt deze punten? Ja? Oké. Daar gaan we. Oké, 1. Dat is 1-1. Wacht, rustig. Oh, nee, ja hoor. Alsjeblieft. Gefeliciteerd, jongen. Hoeveel hebben we van 64k punten? Zag je die kleine yes? Ja. Oké, jongens, dit was hem weer. Ja. Wij hebben jullie genoeg tips gegeven, maar de allerbelangrijkste tip is de laatste tip. Respect voor elkaar. Precies, wees een beetje lief, gun elkaar een beetje. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja, later!